Met data. Nou, ik gebruik genoeg. Breda Nu. Dit jaar vindt het Graphic Matters Festival zich plaats in en rondom de Stokvishallen. Het festival toont verschillende werken over grafische ontwerpen. Dit jaar is het thema Information Superpower. Er worden verschillende workshops, exposities en talkshows gegeven tijdens dit festival. Nou, Graphic Matters is een tweejaarlijks festival over grafische ontwerpen. Sinds 2008 vindt dat plaats in Breda, dus deze keer al de zevende keer. De exposities zijn tot en met 27 oktober te zien. En wij laten zowel op straat, dus in de openbare ruimte, als in expositieruimtes zien hoe bijzonder grafisch ontwerp is. Omdat wij zien dat dat een alledaags vorm van beeld is die iedereen eigenlijk wel raakt en meekrijgt. Maar waarbij niemand eigenlijk stilstaat waarom het gemaakt is, hoe het gemaakt is, door wie het gemaakt is. En dat soort dingen laten we hier zien. Ja, ik vind het wel een mooi festival. Wat fijn is, dat er zijn maar weinig festivals waar dit soort dingen bij elkaar komen. Ze hebben andere vormen van kunst. Maar dit soort grafische kunst wordt vaak daar niet tentoongesteld. Het is wel mooi dat je dat hier wel kan zien. Ja. Iedere editie hebben we een thema en dit jaar is dat Information Superpower. Ja, in onze dagelijkse omgeving is er steeds meer informatie die wij moeten verwerken. Steeds meer nieuws wat je te horen krijgt. En wat je ziet is dat steeds meer van die informatie in beeld wordt weergegeven. Daarnaast zijn er ook steeds meer apparaten met sensoren die van alles meten en ons van alles vertellen. En wat je ziet is dat elke 2 jaar de hoeveelheid data die er op aarde opgeslagen wordt verdubbelt. Dus er is enorm veel informatie. En wil je dat allemaal kunnen begrijpen, ja, dan is verbeelding heel belangrijk. Want alleen maar rijen met cijfers en getallen, dat zegt niemand iets. Maar als je dat gaat verbeelden, kun je nieuwe inzichten krijgen, kun je complexe dingen begrijpen. En kun je beter overzicht krijgen over hoe de wereld in elkaar zit. Met data, nou, ik gebruik genoeg. En ik vind het wel interessant om bijvoorbeeld de data te zien in krantenartikelen. Omdat de headliner meestal niet voldoende informatie geeft. Dus dan ga ik zelf een beetje kijken naar de getalletjes om te kijken wat ik er nou zelf van vind. Ja, we hebben een programma wat dit jaar bestaat uit 3 buitententoonstellingen en 4 binnententoonstellingen. Bijvoorbeeld de Speelhuislaan, daar hebben we 600 meter lange tijdlijn van gemaakt. Daar loop je eigenlijk door de geschiedenis van informatiedesign. En wat je daar ziet is dat het beroep van ontwerpers is vrij nieuw. Is na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Dus voor die tijd was er ook al behoefte aan verbeelding. En dat je ziet dat het onderzoekers, wetenschappers, economen, doktoren, biologen zijn die beginnen met informatie te verbeelden. Ja, en dat vandaag de dag echt een apart vak is geworden. Je ziet hier al verschillende soorten werken die allemaal heel mooi bij elkaar staan. Die eigenlijk normaal niet zo snel ziet, of tenminste waar je snel voorbij kijkt. Dus dingen die normaal in magazines staan en zo, waar niet zoveel aandacht op wordt gericht, waar je voorbij bladert. Daar wordt hier een beetje uitleg aangegeven, waardoor je er toch wat meer diepgang in krijgt. Dank.